Hallo mensen, welkom bij deze nieuwe stream. Vandaag ga ik mijn basis wat groter maken. Daarvoor heb ik heel veel iron nodig. Oh, ik zal even de audio wat zachter zetten. Anders zou je daar helemaal gek van. En natuurlijk. Mag je daar gek van worden? Nou, die hoeft niet aan. Zet ik ze erin. Eigenlijk hoeft die niet aan. Ik zet alles hierin, al de metaal wat ik heb. Even kijken wat er meer metaal had. Ik heb hier nog 900 metaal. Ja, precies zijn 948. Zal ik even verdelen over de over 2. Want dan ga ik ondertussen meer metaal zoeken. En hier komt de eerste metaal. Toch weer mooi, 138 metaal. Ho, hier nog meer. Dat ik hier nog meer zag, maar dat was. Ah, hier. Oh, daar ging me pickaxe. Ik heb nu een nieuwe. Oh, hier is allemaal nog ijzer. Allemaal mooi die ijzer. Hé, hey, ik ben er nou van omhoog. Dan mocht wel eens een keer tijd worden. Ja, 58 punten, daar wacht ik wel even mee. Om een paardje en dan gaan we weer op zoek naar. Ah, ik ben te zwaar voor mijn paard. Dat betekent dus dat ik op mijn paard moet. Access inventory. Maar het gewicht is wel goed. Ik kan zien dat hij moeite ermee heeft. Dus dat betekent dat ik even snel zelf terugrem.
stop ik in deze box. Hier zit al metalen ondergrond. Muren, metalen muren. En hier heb je het plafond. Dan stop ik deze metalen bij. Voor de rest heb ik geen metaal. Dus dat heeft ook geen zin. Je hebt wat eten nodig natuurlijk, want dat is wel handig als je dat doet. Ja. Nou. Natuurlijk. Nou, dan zal ik even deze doen. Ik kan net weer geen zadel. Metal ingot. Die hebben we nog. Hier hebben we geen ja, hier hebben we wel ingots. Nee. Ah, hier hadden we die metal ingots. Er 5 nodig. Ik heb hier van alles. Maar ja. Een smithy. Natuurlijk. En dan wil ik wel de... De S-versie. Eentje maken. En dan. Inventory. En dan zeg je. Ik wil dat die geplaatst wordt. En die plaatsen we dan. Hier. En dan zeggen we zadels, fiber height, fiber height, dat is height en metaal,
Alleen metaal heb ik nodig. Nou, die moet je daar eens doen. Die pakken we dan. Oh, het is nog een baby volgens hem. Nou, dan gaan we terug. Oh, wacht. Nee, dan gaan we terug naar mijn paardje. Wow, paardje aan schijten. Hij is bijna level omhoog, mijn paard. Lekker long jump. Lekker heel lang springen met een paard. Bij veel sneller loopt een bergje op. Kijk. Ik moet dat hier even rondkijken, want hij is level omhoog. Dan investeer ik altijd. Dit investeer ik altijd. Hij zal en moet hier gewoon doorgaan, dat paard. Moet hier oppassen. Maar goed dat ik hier goed op let. Moet hier natuurlijk via de zijkant. Eerst even dat schaapje doden. Zo, deze geeft wel erg veel.
Dus mijn paardje werd heel erg traag. Ik ben te zwaar. Dus dan zal ik... Nou, steen, dat heb ik niet. Steen, kan ik wel missen. Oh ja. Vergeet ik weer dat ik... Vergeet natuurlijk elke keer dat ik hier naar beneden moet. Nou, daar gaan we dus langs heen. Ik wil dus weten wat daar is. Kut. Hoehoe, dat doet wel heel veel schade. En niet op een positieve manier. En ben er bijna. Dat even berekenen. Ja, dat kan wel. Deze vind ik enger. Waarom moeten we hier lopen? Dan glijdt dat paard meer. Kijk. En dan doen we het hier. Oh! Kijk, dan kan je hier mooi doorrennen. Dan ren ik naar dat ding toe. Ik krijg eigenlijk ook altijd met mijn ideeën. Zijn nooit slim genoeg. Maar dat zeiden mijn ouders vroeger ook al, dat het niet slim was. Maar ja, ik zal ze het tegendeel bewijzen dat dit wel slim was. Kut! Paardje dood. Ja. Ik ben toch niet zo slim. Doei meneer. En dan blijven we hier rechtdoor langs het water lopen.
Dan ga ik nu inventory in. En dan zeg ik. Kijk wat die paard er allemaal aan heeft bij zich. Dat is allemaal wel erg veel. Maar ja, die is niet wel sneller. Hier staan wat dingen, dat denk ik. Hier waren mensen denk ik aan bouwen. Ja, hier zijn mensen aan bouwen. Hier heeft hij met een klein hokje gemaakt. Maar. Maar dit hokje ga ik slopen. Nou, laat hem maar. Wacht, hij kan ook met deze gesloopt worden. Boeiend. Ik moet naar huis. Daar zie ik wat. Mag ik hopen dat dit wat leuks is? Alleen al kijk te horen, jammer. Deze berg nog overheen. Net steen gedropt. En nu moet ik het hebben. Maar ik heb steen en nu kunnen we bouwen. Maken. Nu heb ik hem en dan kan ik hier dat metaal hakken.
Meer heb ik niet nodig, anders kan mijn paard niet meer lopen. Kut, de paard gaat bijna dood, maar ja. Hoi hoi, Arsema Peter. Ik denk niet dat ik het goed uitspreek, maar... Welkom. Welkom dat je kijkt. Hé, hey, kom hier, paard. Wegwezen, de... Is gevlucht. Daar hebben we wel wat ik wil weten. Zo, en weg is die. Waar ik exact ben, weet ik niet. Kijk, mijn paardje is weer een leveltje omhoog. Vind ik niet erg hoor dat die level omhoog gaat. Daar ga ik altijd investeren in movement speed even. Mag wat sneller rennen, natuurlijk.
Ja, ik ben een beetje verkouden, dus ja. Maar het leuke is. Dat ik mijn basis kwijt ben. En dit is volledig mijn eigen schuld, maar. Oeh. Vulkaan. Daar hebben we wel water. Dat betekent dat ik daar langs moet blijven lopen. Langs dat water. Want dan kom ik wel thuis. Oeh, de vulkaan is weer bezig. Barst weer lekker uit. Ik ga hier lekker naar beneden. Paard is echt bijna dood. Dus dan moet ik nu over hem oppassen. Oeh, kut, er komt een slang. Ik ga er vandoor. En zo vlug mogelijk er vandoor. En er komt nog meer achter me aan. Zal je altijd zien als ze bijna dood is, dat alles eraan achteraan komt. Uitloggen heeft geen zin. Maar het is over. Ik zie verderop al een bekende basis. Hoop ik. Ja. Dat ik een microfoon blaas, ja, daar kan ik wel wat aan doen, maar ja. Al die dieren komen nu achter me aan. Moet even op een veilige plek. Ik ben zomaar bang dat ik de verkeerde kant op ga, maar ja. Zullen we later wel zien. Of ik de verkeerde kant op ga, dat zullen we wel later zien.
paard die is echt bijna dood. En die wil ik niet dood laten gaan. Het is mijn vriendje. Nee. Oh, hij heeft allemaal nog eten, ja. Nee, ik ben niet zo geïnteresseerd in designs. Ik doe het allemaal voor de fun. Maar ik zal misschien jou wel in mijn achterhoofd houden. Access inventory, kijk. Ik ben een level omhoog. Oh nee, de paardje is een level omhoog, want natuurlijk heb ik ermee gerend. Ik moet weer even op snelheid. Ik kan het beste langs de kant rennen, maar ja. Ik ben er altijd. Zo slecht in. Dit spel dat is niet echt voor mij gemaakt, maar ja. Mijn vriend zei dat ik dit moest gaan spelen. En ja. Het ziet er wel leuk uit, maar ja. Ik ren de verkeerde kant op. Maar het beste is om over land te gaan, dus dan en niet meer langs de kant te rennen, dus dan ga ik hier door. Ga ik hier naar boven. Als mijn paardje wil. Hij heeft niet altijd evenveel zin. Nee! Hij heeft niet altijd evenveel zin, maar ja. Wat zal hij wel moeten doen? Hij zou wel zijn zin moeten maken natuurlijk.
Natuurlijk kan je weer niet door en dan moet je weer heen. Zo, fucking. Het is wel irritant. Helemaal omlopen. Nou, kan hier niet omhoog lopen, dus dan wordt het maar wat anders. Kijk, hier gaat het wel lukken. Oké, ook niet. Nou. Nou, hier wel. Hier loop ik dan een soort van omhoog. Nou, je moet hier omhoog kunnen lopen. Zo. En dan gaan we terug naar de basis. Mag ik hopen? Want dan is ook nog de vraag of ik die basis wel terug kan vinden. Nee, daar hebben we weer wat. Hey, bakklappen. Ik zal wel even een muziekje eronder zetten. Als je leven maar je stil ziet aan. Alleen ik ben mijn basis kwijt. Dus dat is lekker handig. Ja, maar naar welke kant is dat?
Hoor je de muziek nu op de achtergrond of is het te hard? Ja, dan moet toch de boost wezen. Ja, dat geef je niet. Want ik ga zo ook stoppen. Hey. Ja, dan ga ik dood. Werkt niet. Ja, dan maar dood. Doei. Ah.
Hoor je nu wel de muziek of? Wat? Nu weer met die echo. Nou, je mag gaan bed hoor, doei. Nou, nu span ik wel goed. Althans, hopen. Ik denk nog verkeerd. Nou hoor, weer verkeerd gespand. Helemaal kut. Maar ik ga stoppen. Dus doei.